Wil je afbakbroodjes? Ja, doe maar. Stokbrood ook erbij? Mariette, het is je eerste keer dat je bij de voedselbank komt. Ja. Wat heb jij aan weekinkomen? Momenteel helemaal niks. 0,00. Oké. Maar wat kook je dan? Ja, gewoon goedkope blikvoeding inhalen, tomatensoep, ertessoep. Heel af en toe dan zegt mijn dochter, nou weet je wat mama, kom maar even hierheen. Want dan kook ik wel voor één persoon meer, maar ja, dat kan ook niet elke dag. En het is gewoon even op de houtjes bijten. Maar dat is wel een hele verdrietige situatie waar je in zit. Ja, ik heb het daar ook heel moeilijk mee. En ik kan, het huilen staat me nader als het lachen. Ja. Ja, waarom komen mensen niet? Wij weten zeker dat er in Enschede, en dat geldt overal in het land, maar we weten zeker dat er veel meer mensen zijn die in aanmerking komen voor een voedselpakket dan er bij ons verschijnen. Ik denk dat een belangrijk deel schaamte is. Men wil het voor niemand eigenlijk weten dat je zo weinig geld hebt om afhankelijk te zijn van de voedselbank. Er zal ongetwijfeld ook een stukje onwetendheid bij zijn. En wat je ziet en wat je ook hoort leest uit onderzoeken, is dat mensen toch eigenlijk proberen liever eerst een beroep te doen op familie, vrienden. En in sommige bevolkingsgroepen is dat heel sterk. De solidariteit is heel sterk. Men lost het eerst binnen de bevolkingsgroep, binnen de eigen kennissenkring op. En klopt dan pas aan bij de voedselbank. Je moet best wel in zwaar weer zitten, wil je in aanmerking komen voor een pakket? Je moet in heel zwaar weer zitten. Want de normen van de voedselbanken, dus wat we landelijk hanteren, die liggen beduidend onder die van het Nibud. Dus wat het Nibud armoede noemt, betekent nog niet dat je van ons een pakket kunt krijgen. Wij hebben normen die veel strakker zijn, maar dat heeft er ook mee te maken dat wij afhankelijk zijn van wat we aan voedsel krijgen. En we kunnen wel zeggen van, we gaan meer de grens verruimen, maar dat betekent dat het pakket veel minder van kwaliteit wordt. En wij geven liever een goed pakket waar je ook echt wat aan hebt, wat ook echt een bijdrage levert, waar je het liefst 2 of 3 dagen in de week een maaltijd van kunt koken, dan dat we iedereen een pakket geven waar je zegt van ja, wat heb je eraan? Hallo, goedemiddag. Even aanmelden. Dit is mijn eerste keer. Ja. Ik ben blij dat ik nu naar de voedselbank kan en dat ze bestaan om mensen te helpen. En ook, ik weet heel veel mensen durven die stap niet te zetten, maar ik zal zeggen, doe het wel. Het is ook voor mij de eerste keer de stap. Ik ben ook heel zenuwachtig, maar ik ben blij dat ik het toch kan krijgen. Ja, sorry. Maar je hebt ze dan ook gewoon echt... Nou ja, je kunt echt wat mee. Je kunt gewoon echt gewoon weer eten door dat pakket. Ja, ik zal heel blij zijn. Gisteren heb ik bij iemand anders kunnen eten. Heb ik even een paar borden soep kunnen eten. Maar ik zal blij zijn dat ik straks thuis ben. Dat ik mijn eigen aardappeltjes of mijn boterhammetje kan maken.